Dit zijn 1000 IQ momenten in Minecraft. En deze gozer heeft echt een 1000 IQ beveiliging gemaakt. Hij heeft 2 iron golems, zeg maar zo, neergezet. En daardoor kan er geen monsters in zijn geheime basis komen. Of in zijn basis komen. Dat is toch geniaal? Even serieus. Het is super simpel, maar het is zo, het werkt zo goed. Er kan gewoon geen enkele mob eigenlijk gewoon meer in zijn basis komen. Ik vond dit echt 1000 IQ. Oké, 1000 IQ. Of nou, dit is trouwens, wat staat er? 100.000 IQ. Oké, hij springt in het water. Oké, nice. Dan heb je gewoon geluk ook. Oh mijn god. Hij plant daar een boom. Wat gaat hij doen? Boommeel. Oké. Okay. Oh, en nu springt hij. Oh, ja, dit is een 1000 IQ prank. Die was goed. Minecraft, 1000 IQ play. Wait for it. Ik wacht ervoor. Oh shit. Oh! Oké, dat is al 1000 IQ. Hij vliegt nu letterlijk met de boot. Oké, maar ja, dat is wel vaker gedaan, toch? Oh shit. Oh, wat? Oh! Oh! Wow, oké, dat was ziek. Hij landde letterlijk op die gas. Dat is echt heel erg lijp. Dat is 1000 IQ. Ja, ik kan er niks anders van maken. 1000 IQ. Oké, wat gaat gebeuren? Dit is Bed Wars, toch? Oh, wat? Hij... Wow, oké. Oké, dat is nice. Hij trapt hem gewoon helemaal. Deze gast wordt echt gewoon vernederd. Dit was echt gewoon een 1000 IQ kill. Oh, lekker in de nether. Met zijn pickaxe. Oh, wat gaat er gebeuren? Wait, I see him down there. Wait, what? Oh, dit is Dream. Oh, dit is Dream. Een 1000 IQ moment voor Dream. Ik ben benieuwd. Dream, come fight us. Oh, shit. Hij is aan het vluchten. Where is he? He's so done. I just want to see him die. Come on. Oh, he's on the edge of a lava pool. Oh, my God. Get him. Oh! What? What are you doing? Oh my god! Hey. What? How? What? What did he do? Okay, that was genius. That was echt genial. What just happened? I saw that on Reddit. Dream ontsnapt gewoon met boten op lava. Even serieus. Hoe bedenkt deze gast dit allemaal? Waarom is hij zo geniaal? 1000 IQ play. Wow, yo? Huh? Oh mijn god, oh mijn god, gaat het werken? Oh, oké, dat is wel echt 1000 IQ. Gewoon een muur bouwen en gewoon met een pijlenboog zo staan. Dat heb ik echt, dat is eigenlijk zo simpel, maar echt zo effectief. Dream, 1000 IQ plays. Oké, nog meer Dream. Waarschijnlijk wordt dit gewoon een Dream video. Ja, pak de iron. Oh, oh. Oké. Oh shit, oh nee, oh. Dream. Oh mijn god. Oh my god! Ik zweer het je, bro. Dream is echt next level. Yo, zo van vallen? Nee, dat doe ik niet aan. Ik maak gewoon terwijl ik val een boot en dan land ik. Hoe dan? Hier, weer een Dream moment. Dit wordt gewoon een Dream fanboy video. Ik zweer het je. Oh shit. Oh, it doesn't pull me off. Try and fish him, fish him. Wait, where is he? He's up there. Oké, ze proberen hem te pakken, maar hij gaat dit sowieso weer 1000 IQ outplayen. Oh, hij is naar beneden. Ja, hij valt in het water. Dat kan toch niet het 1000 IQ moment zijn. Huh? Oh, wat? Hij creëert gewoon ijs, waardoor die andere mensen allemaal doodvallen. Why, yo? Oké, dat was echt genius. Maar, zeg maar, ik ben misschien te Minecraft noob voor dit. Maar hoe kan dat ijs, hoe deed hij dat? Ik ben 1 IQ, dat kan je wel zeggen. Ja, laat me even weten hoe hij dat deed, want ik ben heel benieuwd. Dream, 1000 IQ. Ik zeg het je, dat wordt allemaal Dream. Nice. Dream is gewoon te geniaal. Oké. Wat is hij aan het doen? Hij gooit zijn spullen weg. Oké. Hij is zijn spullen aan het weggooien. Wat is hij aan het doen? Is hij... Ah, hij plaatst TNT. Oh my god. Ah! Zijn vrienden die zitten zeker in de endportaal. Ja, ja, ja. What? Ja, what? Ja. What? Dit is de... Zijn vrienden zaten hem op te wachten in de end. En op deze manier killt hij als een matties. Dit is next level. Dit is oprecht next level. Yes! Dit is echt genius, ouwe. Oh my god. Ik ben echt flabbergast. Deze gozer is echt veel te goed. One of the biggest big brain moments of Dream's career. Oké, deze video kan net zo goed heten reageren op Dream. What? Mine down. Where'd he go? Wat deed hij net? Wow, het was zo geniaal dat ik het niet eens zag. Wacht, even opnieuw. Hè? Hij? Wat doet hij? Hij gooit een endportal. Hij gaf naar... Oh! Ah! Zijn vrienden denken dat hij in dat gat zit. Maar hij gooide net... Where'd he go? Hij gooide net dat... Dig!
Jeetje, kom niet eens op het woord. Verdomme man. Hij gooide de ender eye. Oog, ik kom niet op het woord. Oké, we gaan gewoon door, oké? Duizend IQ. Dream versus 3 hunters. Dus Dream tegen 3 vrienden die hem proberen te killen. En hij gaat natuurlijk weer ontsnappen. Oké, daar gaat hij dan. Hij is aan het rennen. Oké. Hij rent de berg op. Oké. Oh, shit. Oh, oké. Ja, dat is slim. Dat is slim. En nu staat die matties van... Nu staat die matties boven op de berg. Hij outplayt het altijd. Hij outplayt het altijd. Ik vind het zo geniaal. Dream tegen 50, man. Dit is gewoon Dream tegen 50 spelers. Oké, dat gaat hij toch nooit kunnen outplayen. 50, man. Ah, hij kan het. Ik geloof er wel in. Oh, shit. Oké, dat was al ziek. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Dan heb je echt geluk, hoor. Dan heb je echt geluk dat je dan een chest vindt. Ja, hij moet nu nog wat sticks hebben. En dan... Dan zou hij in principe... een iron zwaard kunnen maken. Die 50 spelers zijn hem nog steeds aan het achtervolgen. Hij gaat op een manier straks een stick maken. Oh my god. Oh, een village komt hij tegen. Daar kan iets liggen. Oh. Oké, ook nog eens een village bij een ravijn. Nou heb je ook echt weer geluk hoor. Oh my god. Oh my god. Dream is echt next level, bro. Ik ben echt flabbergast. Ik ben gewoon sprakeloos. Oké, de keer geen Dream meer, maar gewoon een Alex. Oké, wat gaat de duizend key moment zijn? Hij zit in creative. Hij zit in creative. Toch? Waarom zit hij in creative? Ja, zo kan je kijken wat er onder de lava zit. Ja, ik heb dit dus al een keer in een lifehack video laten zien aan jullie. Maar dit is dus de manier hoe je kan zien of er bijvoorbeeld diamonds onder lava zitten. Ja, het is sowieso 1000 IQ, maar ik wist dit al van een andere video die ik gemaakt. Als je die video niet hebt gezien, dat is niet goed. Dan heb jij niet al mijn video's gekeken, meneertje of mevrouwtje. Foei, foei, foei. En we zijn weer terug bij Dream. Dream 10.000 IQ play. Nou, laat me zien. Of nee, 100.000 IQ play zelfs. Oké. Oké, hij is in de end. What? Oh my god. Oh my god. Zeg maar, de hunters hadden niet verwacht dat hij zo snel in de end was. Oké, we zijn weer een keer... Ofwel, dit is weer Dream, hè? Dit is volgens mij weer Dream. Waarom is deze wereld zo raar? Allemaal lava? Oké, nice. Ja, het is weer Dream. Why, yo? Huh, wat is dit dan weer? Oh. Hij outplayed zijn vriend wel. En dan... Nee, nooit. Even serieus. Ik ben blij dat Dream niet mijn vriend is. Zeg maar, stel je voor, ik zou survival tegen Dream doen. Ik zou echt de hele tijd doodgaan. Dat zou niet eens leuk zijn. Zelfs pro-speler zou doodgaan. Als je niet weet wie pro-speler is, dan kijk je dus niet mijn video's. Dus abonneer. Oké, wat gaat het 1000 IQ moment hier zijn? Oh, een 1000... Oh, zombie en een villager. Oh, worden dit 1000 IQ momenten van de zombie en villagers? Zo! De village is wel een stuk slimmer dan de zombie. En ook een stuk sneller. Kijk hem gaan dan. Ik zei net dat de village slim was, maar dan ging daar even iets fout. Oh, en hij gaat snel in zijn bed liggen. Dit was gewoon letterlijk een slimme villager. Gewoon een 1000 IQ villager die gewoon wist dat hij moest vluchten voor een zombie. En dan hebben we weer Dream. Ja, Dream is weer terug. 1000 IQ moment van Dream. Oh my god, ja deze hadden we net ook al gezien. Dit is weer een andere, maar deze is ook heel erg ziek. Gewoon letterlijk zeg maar gaan bouwen, omdat je matties ook in dat water gaan springen. En zo op die manier ze killen. Ik vind het geniaal. Oké, we zijn in de end. En ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Zijn vrienden proberen weer te killen. Het is opnieuw weer Dream. Hij plaatst allemaal water. Waarom plaatst hij allemaal water? Hoe? Oh mijn god. Oh, zo kan hij zichzelf redden nog als hij eraf geslagen. Oh, rip Dream. Dit moet het eind zijn, toch? Oh, natuurlijk heeft hij een enderpearl. Ja. En zo redt hij zichzelf. Even serieus. Wanneer je denkt dat het over is, zorgt Dream er altijd nog voor dat hij zichzelf uit de situatie kan redden. En daarom is die gozer echt gewoon 1000 EQ op een ander niveau. Gewoon echt op een ander niveau. Oké, we zijn hier in Bed Wars. Een keer geen Dream. Oké, hij gooit een Ender Pearl. Hij redde zichzelf ziek. Oh, wat gaat er gebeuren? Oké. Oh my god. Oké, dat was ook heel erg smart. En we zijn weer terug bij Dream. Of niet? 1000 key doen. Oh, dit is niet Dream. Je mag het niet aan Dream laten zien. Oh shit, ja. Ja, dit is oprecht weer geniaal. Minecraft 200 IQ moment. Oké, dus geen 1000, maar 200.
Oh, die hadden we net ook al zorg van gezien. Nou, ik vind dit zeker wel 1000 IQ, hoor. Gewoon letterlijk op een Gastly zitten met een boot. Ik wist niet eens dat dit kon. En dan ook nog eens op die manier landen. Via de Gastly, zeg maar, dat hij schiet. Wow, yo. Hey, dit is sowieso geen 200 IQ. Dit is 10.000 IQ. Who can attack? Oh, shit. Oh, silverfish zijn niet zo slim. Zombies zijn ook niet heel slim. Een Joglin is een beetje slim. Een Piglin is oprecht wel slim. En, oh, een Enderman! Endermanners zijn heel erg slim. Die ontwijken gewoon letterlijk de TNT en die killen je gewoon. Altijd oppas voor Endermans, die hebben IQ. Minecraft Moments, 200 IQ. Oké, we hebben weer Dream, een 200 IQ moment van Dream. Ik ben benieuwd. Hij zit hier in de Nether, verstopt. Verstopt voor de hunters. Oké, hij graaft. Volgens mij graaft hij. Wat is hij aan het doen? Waarom is hij daar zo aan het wachten? Hij is duidelijk op die vrienden van hem aan het wachten. Wat gaat hij doen? Wat wordt dit 200 IQ moment? Ik ben zo benieuwd. Oh, daar zijn ze matties. Oh! Oh! Oh my god. Hij had gewoon een soort van TNT prank gedaan. Ja, geniaal. Dream, 1000 IQ moment. Ik zweer het, jongen. Dit is bijna... Oh! Oh my god. Wat? Let's go! Huh? Kan dit echt? Even eerlijk. Deze guy is echt 1000, 10.000 miljoen IQ. En dit is dus hoe je hem blijkbaar bouwt. Dream die bedenkt het ook weer. Dit is echt geniaal. Wauw, yo, dit is gewoon letterlijk gewoon zo'n life hack, maar dan werkt hij daadwerkelijk. Oké, wat hebben we hier? De wolven die willen de schaap pakken. Wat wordt hier de 1000 IQ? Oh. Oh, wat? Oh, dat was gewoon een 1000 IQ schaapmoment of wolfmoment. Eén van de twee. Het is maar hoe jij het wil zien. In ieder geval, dit waren 1000 IQ momenten in Minecraft. Ja, dit zou echt duidelijk iets zijn voor de pro-speler. Wil je nou een video zien waar de pro-speler en ik gaan samenwonen in de Minecraft Survival? Ja, dit is al best een oude video, maar misschien ben je een nieuwe kijker. Dan moet je deze video zeker even snel gaan kijken. Deze video? Ja, deze video is gewoon echt legendarisch. Dus als je deze video nog niet hebt gezien, check hem dan zeker. Het is wel een oude video waarin ik en de pro-speler gaan samenwonen in de server van Giel. Ja, het is allemaal heel verwarrend. Dus check snel deze video. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.